Ik heb altijd razend veel zin in dat programmaatje en ik vind het leuk. En dan is voor de vervanging van Kokcu deze Braziliaanse middenvelder van FC Midtjylland op het radar gekomen. Hij heet Evander en we gaan eens even kijken of hij bereid is om naar Feyenoord te komen of Midtjylland überhaupt bereid is om hem te laten gaan. Gaan we een bod doen? We beginnen gewoon met 10 miljoen. Dan gaan we eens even kijken wat ze daarvan vinden. Maar ze vinden dat te weinig. 15,9. Dan bied ik gewoon 14. Kijken wat ze daarvan vinden. Niet slecht. 14,9. Ja, prima. 14,9 miljoen voor Evander. En dat is natuurlijk maar een schijntje met die 60 miljoen die we hebben gekregen. Maar ja, ik wil wel gewoon een beetje ook spelers halen die dan nog enigszins realistisch zijn en niet gelijk Valverde kopen of zo. Ik noem maar even wat. Ik weet niet of die überhaupt voor 60 miljoen te koop is. Of die de Feyenoord zou willen komen, denk ik niet. Maar ik noem maar even wat. Je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Dus we gaan voor deze Evander. En het is ook wel leuk gewoon om een beetje onbekende spelers, tenminste ik kende hem niet. Misschien dat je hem kent omdat ze laatst tegen Feyenoord gespeeld hebben. Geen idee of hij überhaupt gespeeld heeft, dat weet ik allemaal niet meer. Maar ik vind het gewoon leuk om dit soort spelers te kopen en te kijken of ze dan goed zijn. En of we ze dan eventueel voor nog meer kunnen verkopen. Nou, Evander die komt naar Rotterdam, naar Feyenoord. Denemarken was hij klaar mee. Ietsje meer zuidelijker naar Rotterdam. En daar is hij. Die man in de korte broek is er ook weer. Die is nieuw blijkbaar. Ik kom deze mevrouw versterken, want die kon het allemaal niet meer alleen af. En eens even kijken. Nou ja, dit kennen we allemaal wel. We hebben er een nieuw middenvelder bij. En dan gaan we eens even kijken hoe goed hij is. 14,9 miljoen. Hij kijkt er wel een beetje sip bij. Maar goed, we gaan het zien. Eens even kijken. Haar team. Team management. Daar is Evander. 76 rated. Dat is helemaal nog niet zo slecht. Speroni, hij gaat weer op de bank. Sorry voor dat. Maar het is niet anders. Hij is ook wat aanvallender. Want Perone, dat is natuurlijk gewoon echt wel een verdedigende middenvelder. Met zijn normaal. En als je naar zijn stats kijkt. En zijn stats zijn ook nog niet zo heel denderend. Timber, dat is dan wel wat meer aanvallend ingesteld. Maar heeft ook normaal. Deze heeft ook normaal. Dat zijn allemaal hele normale spelers hebben we hier. Szymanski heeft hoge laag. Dus nou goed. Evander is denk ik een vrij logische vervanger voor Kökçü. Iets meer aanvallende middenvelder dan we al hadden. En ja, we gaan even kijken hoe dat gaat lopen. En dat gaan we doen in de Galgenwaard tegen FC Utrecht. Dus Boadu was geblesseerd, 5 dagjes, maar hij kan weer spelen, dus hij speelt gewoon. En Evander gaat dus nieuw op het middenveld spelen in plaats van Kökçü. En dat is toch wel een weer even een dingetje, want we raken zomaar al onze spelers kwijt. Maar we hebben wel een partij geld, dat wel. Ik weet nog niet wat ik met al dat geld ga doen, maar voorlopig, weet je, als we dit soort spelers kunnen verkopen en dit soort spelers terug kunnen kopen, dan gaat het hard op de bankrekening. Utrecht staat laatste, heb nog geen wedstrijd gewonnen of gelijk gespeeld, hebben nog 0 punten, dus dat gaat lekker, Jens. Kom op, Jens. Nee, niet nu, maar hierna, na deze wedstrijd, nu nog maar even 0 punten blijven staan, zou fijn zijn. En Trauner is onze nieuwe aanvoerder in plaats van Kökçü. En dan gaan we van start. Timber tegen zijn oude clubpie. Evander, zijn eerste paas, gelijk goed. Hup, hij mag nog een keer proberen. Kijk, nou dus het talent hoor jongens. Hij heeft al 2 keer de bal naar de goede kleur gespeeld. In de aanval. Sila. Nou, die leeft hem zo in, bedankt. Orellano. Evander. Terug naar Orellano. Die geeft de bal op Boadu. Die komt aan, maar het is een lastige hoek nu. Eens kijken wat Boadu ermee gaat doen. Terug naar Evander. Evander die gaat maar schieten. En zo, wat een goal jongens. Van buiten de 16. Zijn eerste schot op doel. Die vliegt er gelijk al zo in. Wat een heerlijke binnenkomer van deze Braziliaan. Ja, hij kan nu wel lachen. Net tijdens tijdens de bekendmaking was hij niet zo vrolijk. Maar dit is wel een reden tot juichen. Hij zit Boadu met een assist. Dus dat is ook fijn. En Evander van 20 meter. Ja, heerlijk schot. En een doelpuntje hoor. Geertruida, goed en sterk. Orellano. Antuna. Szymanski. Antuna loopt door. Doet hij goed. Antuna, kan hij gaan schieten? Ja, met links. Ja, met links. Oeh, dat was een verraderlijk schot. Barkas met de redding. En dan was het al bijna 2-0.
Pedersen. Timber. Danilo. Deelrozoen. Die moet terug. Timber. Evander. Zoekt ruimte. Vindt het nog niet. Timber nu dan. Utrecht zakt helemaal in. Het is lastig om daar doorheen te komen. Feyenoord probeert het nu toch. Hier op Deelrozoen. Ah, dat is jammer. Laatste kans voor Utrecht misschien. Het is blessuretijd is al voorbij ook. Maar er mag gewoon nog aangevallen worden. Niks aan de hand. En daar is het Dost. Ja, en dan had hij er bijna nog in gegaan ook. Maar gelukkig redt Bijlo. En zo wint Feyenoord deze lastige uitwedstrijd in Utrecht met 1-0. En dan komen we weer bij transfernieuws. Want SC Freiburg wil Geertruida kopen. En die hebben daar een bedrag van 28,2 miljoen voor over. En ook dat is natuurlijk een aanzienlijk bedrag. En ook hier ga ik gewoon weer onderhandelen. Eens kijken wat we daaruit kunnen krijgen. Ik ben gewoon erg benieuwd. Nieuwe transfersom. Ik wil gewoon 35 miljoen voor hem hebben. Kijken of ze dat doen. Het spijt me, maar ze willen 28. Er zit weer zo'n manager die niet komt onderhandelen. Het spijt me, ik wil 35. Te verhogen naar 28. Meen je dit nou serieus, grijze? Nou, laat maar zitten. Ik blijf dan gewoon bij 35. Als jij zo... Oké, nou, doei. Gaan we lekker terug naar Duitsland. En dan staat de wedstrijd tegen Twente op het programma. En dat doen wij in de opstelling zoals we hiervoor ook speelden tegen Utrecht. Zal dit de laatste wedstrijd van deze aflevering zijn? En wil ik jullie vragen, want de transferperiode is nog open. Jongens, laat even weten in de comments wie moeten wij nog gaan kopen. We hebben erg veel geld. Ik denk dat we nog minimaal 50 miljoen hebben als het niet meer is. Laat even weten. Ik denk zelfs wel 60, misschien wel 70. Gaan we aan het eind van de aflevering even kijken wat we geld hebben. Dan kan je er vast over nadenken. Laat even weten. Wie moeten wij gaan kopen? Evander, goede bal richting Szymanski. Szymanski, Antuna. Oh, die gaat toch erg ver naar buiten, maar... Hij krijgt die bal wel op doel. Helaas geen goal, wel een corner. Trouwenwind van Wolfswinkel. Szymanski heeft lang nodig om die bal te controleren. Zerouki. Zerouki die vindt van Wolfswinkel. En de Neer, daar Trouwner. Oeh, daar komt Feyenoord goed weg. Antuna. Szymanski. Zo, Zerouki. Die haalt daar Szymanski vol van achter onderuit. En krijgt er slecht scheel voor. Dat had toch ook zomaar rood kunnen zijn zo van achteren. Maar goed, dat kennen we in dit spel. Is het hier Antuna weer? Antuna schiet weer. Oh, Nestal met de redding. Evander. Hansko. Evander. Timber. Antuna. Nee, Geertruida is dit. Evander. Ja, Orellano. Kan geschieten. Wauw, wat een goal. Orellano, hij scoort gewoon weer. Zijn derde deze competitie volgens mij. En hij mag er zijn hoor. Heerlijke goal met zijn linker. En het wordt gevierd in de Kuip. Schut heen en weer, zoals we dat kennen. Kijk nog eens even. Goeie bal hier ook. Orellano helemaal vrij. Diagonaal geschoten. Oenerstal van dichtbij. Kan die bal niet tegenhouden. Met Hansko. Hij blijft aan de bal. Sadilek. Zerouki. Oh, daar is Szczęsny helemaal vrij. Kapt goed. Flap met de gelijkmaker. Goed uitgespeeld door Twente. Ze hadden wat geluk. Maar dat heb je soms nodig. Dat ze in balbezit bleven. En hier is het Szczęsny. Goede bal op Flap die daar vrij staat. Trouwner omspeelt. En de 1-1 binnen schiet. Flap. Ja, daar loopt iemand gewoon helemaal door. Szczęsny met de chip. En het is 2-1 voor Twente. Het is niet te geloven. Maar het is wel zo. Twente komt op voorsprong. Hansko had er best even mee kunnen lopen. Doet hij niet. De Neer is te laat. En ook Bijlo kan daar niks meer aan doen. Evander, zo. Die wordt er even neergehaald.
Ook dit zou zomaar gewoon een rode kaart kunnen zijn, want hij zit gewoon eigenlijk compleet mis. Maar ook dit zal wel weer geen rood worden. Kijk eens even hier ook. Bam. Volledig mis. Is het Szymanski achter de bal? Gaat iemand achter de muur liggen? Szymanski. Loopt over de bal heen. Krijgt de bal daar terug. Szymanski van dichtbij. Oh, en die gaat nog mis. Hoe krijgt hij die mis? Kijk eens even. Ja, het scheelt niet veel, maar mis is mis. Voor Wolfswinkel. De Neer zit er goed tussen. Boadu. Op Antuna. Ja, Antuna. Moet scoren. Nee, Oenestal. Dan in de rebound is het Szymanski die scoort. De gelijkmaker. Net voor rust. Dat is lekker. Verdient ook. Feyenoord is gewoon beter deze wedstrijd. En hier een goede bal van Boadu. Antuna. Oenestal nog met de redding. Maar Szymanski in een leeg doel is natuurlijk een goal. Evander. Boadu loopt diep. Evander loopt er gewoon langs. Hij is nog steeds in balbezit. Evander. Kan hij gaan scoren? Kan hij gaan scoren? Nee, Oenestal met de redding. Wat een redding van Oenestal. Timber moet verdedigen. Tjerny gaat er omheen. Gaat de 16 binnen. Vindt dat Siep. Die wordt geblokt. Antuna. Nu kan Feyenoord eruit. Met Szymanski. Boadu. Houdt in. Geen buitenspel. Boadu. Is hij snel genoeg? Hij lijkt snel genoeg. Kan hij nu scoren? Ja, hij kan scoren. Het is de eerste goal van Boadu. En wat een belangrijke. 3-2. Komt Feyenoord nu voor. Wat een lekkere goal. Wat een moment. En wat fijn dat hij eindelijk zijn eerste goal heeft gemaakt. Hele opluchting in de Kuip. Boadu blijft de verdediging voor. Blijft ook cool. En schiet die bal binnen.